Dag beste kijkers, dit is een aflevering van Los Week Nieuws van vrijdag 11 oktober. In verband met de start van de nieuwe omroep BIOS, mijn streekomroep, wordt de studio in Urmond verbouwd. Bij deze verbouwing wordt onder andere gewerkt aan het elektriciteitsnet en de internetvoorzieningen. Dit betekent dat gedurende enkele weken storingen kunnen ontstaan tijdens de uitzendingen. We zullen proberen dit voor u als kijker en luisteraar tot een minimum te beperken. Stijnse ondernemers, verenigingen en instellingen in de toeristisch-recreatieve sector kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage van de gemeente. Het budget is specifiek bedoeld voor activiteiten en initiatieven die bijdragen aan de verdere ontwikkeling van toerisme onder de noemer van Stijn Stil Genieten en het hart van de Maasvallei. Dit geldt ook voor afgeleide thema's zoals Maascultuur, Maasvaart, streekproducten en cultuur-historische, zoals de bandkeramiek. Daartoe wordt tot en met 2022 jaarlijks €40.000 ter beschikking gesteld. En zo versterken we samen het toeristisch profiel van onze gemeente. Burgemeester Lutgen van het Belgische Bastenaken werkt mee aan de bevrijdingseditie die Stichting Ultraloop Stijn volgend jaar in de nacht van 4 op 5 mei 2020 organiseert. Vorige week reisde burgemeester Marion Leurs-Mordang samen met afgevaardigden van de Stichting Ultraloop Stijn naar Bastenaken, ofwel Bastogne genaamd, waar ze de toezegging kregen. In het kader van het 75-jarig bevrijding wordt volgend jaar een estafetteloop van Bastogne naar Stijn gehouden, die dezelfde route volgt als de bevrijders 75 jaar geleden aflegden. Bij aankomst van de renners op 5 mei zal in het Stijner Bos een bevrijdingsfeest plaatsvinden. Stichting Het Limburgs Landschap laat tijdens de Week van het Landschap van 11 tot en met 27 oktober zien hoe divers de natuur is door bijzondere excursies te organiseren. Zo staan onder meer excursies door Groeve het Rood, in het voormalige NAVO-hoofdkwartier in de Kannerberg en door de Kursgroeven op het menu. Net als herfstwandelingen door de Dellen en de Bergse Heide en het Ingendaal in het beneden Geuldal. Ook zijn diverse molens te bezichtigen, waaronder de Standaardmolen in Urmond, de Torenmolen in Gronsveld, de Jansenmolen in Oorsbeek en de Slakmolen in Elslo. Alle activiteiten tijdens de Week van het Landschap staan op www.weekvanhetlandschap.nl. Iedereen die tijdens de Nationale Recycle Week, die gehouden wordt van 14 tot en met 21 oktober, minimaal 3 oude lampen inlevert op de gemeentelijke Milieustraat, ontvangt een gratis WeCycle Recycle kaartspel. Hierin komen op educatieve wijze alle inleverpunten waar je als consument elektrische apparaten, verlichting en armaturen zoals e-waste moet inleveren aan bod. De Nationale Recycle Week brengt gedurende 1 week in oktober de noodzaak van gescheiden inzameling van e-waste extra bij de inwoners van de gemeente onder de aandacht. WeCycle laat de ingeleverde apparaten en lampen recyclen tot nieuwe grondstoffen. Daarnaast komen door recycling schadelijke stoffen niet in het milieu en wordt de uitstoot van CO2 zodoende vermeden. Bomen over bomen. In dat kader organiseert Ivian Stijn 2 bijeenkomsten. Naast bedreigingen en ziekten bij bomen wordt er in een lezing aandacht besteed aan het grote belang van dode bomen voor insecten en schimmels. De lezing wordt gehouden op dinsdag 15 oktober van 7:30 tot 9:00 in het Natuureducatiecentrum Ivian Stijn de Boshoek. Zaterdag 19 oktober van 10 tot 12 volgt een excursie in Stijner Bos, verzamelen bij de Boshoek. Aan de hand van een wandeling krijgt u een indruk voor welke organismen dode bomen een bron van leven zijn. Inschrijven vooraf is noodzakelijk. Er is maximaal plaats voor 30 personen. Naam en e-mailadres sturen naar rietfranken@hotmail.com. De kosten voor deze bijeenkomsten zijn €5.
Bij de uitvoering van het project Van Ruimen Julianekanaal bleek medio 2016 dat de Hemelbeekduiker tegenover kasteel Elslo aan het einde van zijn gegarandeerde levensduur was. Dit werd vastgesteld aan de hand van uitgevoerde proefboringen in de betonnen constructie. Door Rijkswaterstaat werd besloten om ter plekke de grond boven de duiker aan de weerszijde van het kanaal niet af te graven voordat een deugdelijke oplossing was gevonden. De door de duiker lopende eteen- en MVC-leidingen werden vervangen door nieuwe leidingen die apart onder het kanaal werden doorgetrokken. Vervolgens werd gestart met het verstevigen van twee direct naast elkaar gelegen duikerkanalen. Als de nieuwe constructie voldoende is uitgehard, zal de Hemelbeekduiker weer tientallen jaren geschikt zijn om het water van de Hemelbeek af te voeren en zal ook het Julianekanaal ter plekke verder worden afgegraven in het kader van het project Van Ruimen Julianekanaal. Dit was Los Weeknieuws voor deze week. Bedankt voor het kijken en graag weer tot de volgende week.